Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Liam en Jordi heb ik al naar school gebracht. Daarna ben ik met Sammy gelijk boodschappen gaan doen. Sammy zit nou daar. Die krijgt dadelijk ook lekker een fruitje. Boodschappen heb ik opgeruimd. We hebben deze week een soort van Hollandse week. Want vandaag wil ik gebakken aardappeltjes met schnitzeltje en erwtjes met worteltjes eten. Morgen eten we boerenkool met worst. Woensdag wil ik proberen om erwtensoep gemaakt te hebben. En als dat niet lukt, ja, pech. Donderdag eten we frietjes. En vrijdag eten we waarschijnlijk pannenkoeken. Dus dat is wat we deze week eten. Ik denk dat ik best wel goed heb gedaan. Hij is de boe! Normaal probeer ik het allemaal al te geregeld te hebben, et cetera. Het is me niet gelukt. Ik ben nu pas aan het uploaden en het is 5:10. Ja toch. Dan moet je nog een titel bedenken. Niet doen, lief zijn voor jou. Sta ik huilen, Liam? Dank je. Hij is in ieder geval aan het uploaden. Op het moment dat hij online komt. Maar dit is dus wat ik de hele tijd nu heb. Ik heb continu dingen voor de kinderen te doen, et cetera. Dus... geen excuus, maar het is wel zo.
Ik heb de kindjes eten gegeven samen met Niels, want die is thuis gekomen. En toen heb ik zelf ook gegeten natuurlijk. En nu staat Liam de bak met Halloween spullen te kijken. Ik vind het heel interessant. Sam is aan het spelen. Ik ga zo dadelijk een pyjamaatje aantrekken. En dan, Niels is naar cursus toe. Dus ik moet het alleen gooien. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja. Dus dan ga ik dadelijk een smoeltjes wassen en et cetera. Dus dat. Maar heel eventjes nog zitten, even uitbuiken. En als ze daar naar bed zijn, ga ik hier gauw aan de slag. Een hele goede morgen. Nou, waarom moet ik nou weer die knuffel hebben? We hebben Liam naar schooltje gebracht. En Jordi naar de fysio. En daar zijn we nu op aan het wachten. Ja. Ap. Ap. Kun je ook mama zeggen? Mama. Papa. Hij is boos, want hij moet hierin zitten. Maar ja, ik ga even iets met hem oefenen. Kijken of dat hij ook los kan zitten. Gaan we eens even uitzoeken. Gaat goed? Ja? Goed zo. Ja. Ja. Het goed hè? Ja. Ja. Oh, kijk uit. We doen expres hobbeltjes nemen hè. Kunnen we goed oefenen. Ja, en het is zover. Deze mama is officieel ziek. Ik heb koorts, verhoging. Ik voel me gewoon echt niet lekker. Ja, gaat niet goed. Kindje naar bed brengen, ik heb Liam opgehaald. Volgens mij ben ik ook best bleek voor mezelf nu. Komt wel weer. Nou, ik heb geslapen tussendoor. Ik heb Liam en Sam zijn wakker. Jordi heb ik nou net in 3 keer naar beneden getild. En dan bedoel ik 3 keer. Ik ben bij de trap gestopt. Op de grond neergezet. Trap afgelopen. Hem weer om mijn nek zeg maar laten vastpakken. Daarna van de trap aflopend. In de gang weer neerzetten. En daarna hem laten lopen naar de bank. Ik trok het niet. Ik ben echt niet lekker gewoon. Ik heb koorts. Echt, ik trok het gewoon echt niet. Ik zei ook tegen Niels, ik zeg, Niels ook niet helemaal lekker, maar ik zei tegen Niels, ik zeg, alles prima, maar je gaat nergens heen voordat hij daar iets afspreekt. Ik ken Niels al langer als vandaag. Die spreekt juist de dingen af op de momenten dat het niet gaat. Dus ja. Ik blijf gewoon rustig aan doen. Ik lig op de bank. Liam wou een appel. Dus die is lekker appeltje aan het eten. Is een appel, hè? Liam? Is een appel? Appel? Appel. 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 Ja, is een lekker, hè? Lekker appel, hè? Is een lekker, hè? Hij eet gewoon heel die appel op. Hij doet maar. Moet je zelf weten. Mij niet bellen. Ik heb nog niks gegeten. Ik krijg niks weg. Ik voel dat gewoon aan mijn hele hebben en houden. Dat me dat niet gaat lukken. Maar ja. Hè. Het is zoals het is. Dan heb ik hier een jaloerse. Jij krijgt zo. Mama gaat zo opstaan en van alles pakken. Mama, heel even zitten. Mama met Jordi. op de bank gekregen.
is dat. En als je je afvraagt, wat is het in godsnaam, Andy? Ik denk gewoon oververmoeidheid. Ik denk gewoon dat, want mijn lichaam, als ik... Ik heb nu bijna een maand aan één stuk zieke kinderen gehad. Meestal als er dan een moment van rust komt, ben ik de lul. Ik ben gewoon echt zwaar de lul. Dus ja, hè. En dan heb ik meestal een buikgriep. Meestal. Dus. Daar liggen we dan. Niels is ook niet lekker. Zijn we allebei niet lekker. We smaken ook niet lekker. We moeten eerst douchen. Oh ja, dan moeten we eerst douchen. Nou ja, mijn kont wil wel een douche zien, maar verder niet geproefd worden of wat dan ook. Ik denk dat ik buikgriep heb of zo. Dus ja, ik heb wel mijn erwtensoep gemaakt, dat heb ik wel. Ga ik dat filmen? Nee, ga ik niet filmen. Ik heb er gewoon geen zin en puf in. Ik ga de keuken zo opruimen. Eventjes hier nog een beetje gewoon opruimen. En dan... proberen. Ja, proberen voor Jordi nog zijn brood en zo klaar te maken. En dan is de kwestie van nestje in en slapen. Het zal niet te laat horen vandaag, want dat trek ik niet. Goedemorgen. Gisteravond ben ik op een gegeven moment naar bed gegaan. Ben in slaap gevallen. Ben op en af wakker geweest. Ook een paar keer naar de wc te moeten. Gelukkig werkt Niels nu in Den Bosch. Niels voelt zijn eigen wel beter, zegt hij. Dus daar ga ik dan even vanuit. Niels die brengt Jordi vanochtend naar school toe. Hij is nu weg. En hopelijk... hopelijk lukt het allemaal. En vanmiddag haalt die Jordi ook weer op. Dus dan heb ik niet het probleem van dat ik weg moet. Sam heb ik afgemeld op school. Of jij heeft Niels afgemeld. Ik kan momenteel nog niet, zeg maar, een kwartier zonder wc. Dus ja. Ik kan hem wel wegbrengen, maar... Ik denk dat ik in mijn broek geit. Zover is het. Liam en Sam zijn allebei thuis. Dan is het niet zo dat... dat hun het grootste obstakel zijn, want ik zet de televisie aan. En als Liam daar niet meer televisie wil kijken, krijgt hij de tablet. En dan moet hij maar kijken wat hij doet. Ik ga voornamelijk bank zitten. Misschien heel eventjes tussendoor een keer iets opruimen of wat dan ook. Maar het zal niet veel bijzonders zijn wat ik ga doen vandaag. Vloggen weet ik ook niet of ik dat ga doen. Ik heb momenteel weer koorts. Ik zit nu weer op de 38,2. Dus ja. Ik voel me echt beroerd. Lang geleden dat ik mij zo beroerd heb gevoeld. Ja, het is allemaal waar, jongens. Maar ja, de kinderen kunnen in ieder geval spelen. En die lopen ook gewoon nog steeds in hun pyjama. En dat blijft vandaag ook zo. Ik heb wel Jordi aangekleed. Maar toen ik klaar was met aankleden, kon ik rennen naar de wc. Papa, wat doe je nou? Papa is gewoon een luier op zijn hoofd. Hi Sam. Joef, stoppen. Kijk, Jordi wil niet met Liam geassocieerd worden. Maar Liam wel met Jordi. Maar ja, hè? Ik kan niet alles hebben, toch? En daar hebben we Sam. Hallo. Heb jij Boomba? Boomba.
dit is Boomba. Boomba. Als je het nou doet. Jawel, die doet het nog. Want jouw zoon kan hem voortaan zetten. Oh, wordt hij nou weggegooid? Is niet belangrijk. Boomba. Boomba. Kun je niet uitspreken, ga je maar zeggen. Nee, maar dat is ook. Ben je moe aan het worden? Ga je zo naar bed? Mama zo'n pyjama's pakken. Papa is nog eventjes met Liam naar de winkel geweest voor mama. Papa. Bab. Bab. Papa. Ja, ik ben mama. Dat klopt. Woe. Niels voelt zijn eigen stukken beter. Ik ben nog niet de oude. Dus vandaag zal Liam naar schooltje gaan. Maar Liam blijft ook gewoon thuis. Want ik moet nog steeds een wc in mijn buurt hebben. Dus dat is gewoon niet verstandig. Ja. Jordi is wel naar school. Nou hoop ik dat ik hem straks gewoon kan ophalen. Het is niet zo dat ik de hele tijd moet rennen. Maar als ik moet, dan moet ik. Dus ik heb met Niels afgesproken dat als het echt niet gaat, dat ik hem bel. En dat we even kijken hoe dat we het oplossen. We gaan het zien. Maar op dit moment ben ik al 4 keer naar de wc geweest. Dus in 20 minuten. Dus ja, ga maar na. Dan denk je, ik hoef niet meer. En dan ben je klaar. En dan loop je de keuken in en dan denk je bij je. Mag nog een keer. Dus ja. Dat. Niet op mijn buikschetje. Dus nee, ik voel me eigenlijk nog steeds niet up en tup. Dus dat. Ja. We gaan gewoon rustig aan doen vandaag weer. En we zien het wel. De koorts is momenteel niet aanwezig, dus dat is wel goed. Ik ga ervan uit dat ik morgen gewoon de kindjes allemaal lekker nog naar school heb. Want daarna hebben ze allemaal vakantie. Dus ja, het liefste gewoon eventjes. Hè? Dus dat. Ik heb iets nieuws met Liam bedacht. Hij wil crackers. Nou, van mij mag je ze gewoon eten. Hij heeft zijn fruit op. Alles heeft hij gewoon gegeten. Maar ik had crackers omdat ik zo aan de ben. Ik had die in mijn hand en hij wou ook. Dus ik heb hem dan gegeven. Maar toen wou hij meer. Toen gaf hij aan van ik wil nog meer. Van mij mag je dat. Maakt mij niks uit. Dus wat hij nou dus doet, is iedere keer als hij op heeft. Want ik heb het er neergelegd. Hoppakee. Dan gaat hij het daar dus halen. Dus ik ben hem aan het leren dat als ik het hier neerleg, dat hij het gewoon kan pakken. Ben ik mee bezig. Gaat het al lukken? Nee, want het begin is. Dat ik niet lekker ben en dit nou niet eet, wil niet zeggen dat ik dit mijn kinderen natuurlijk niet ga geven. Ik had nog croissantjes. Dus krijg ze lekker een croissantje. Yummy. Ik zelf ben nog steeds verliefd op de toilet. Dus ja. Dat dus. Maar ja, dat ik het niet eet nou, wil niet zeggen dat ik dit niet aan mijn kinderen ga geven. Want mijn kinderen verdienen net zo goed gewoon lekker eten. Dus vandaag. Eitje erbij koken ging me even wat te ver. Maar zo is het ook prima. Kijk, ze genieten. Me likey like. Kijk, daarom vind ik het zo leuk om ze eten te geven. Ze genieten er met hun gezicht en overal mee van. Met hun handjes. En dan is het dadelijk tijd om een flesje te drinken en om ze allebei naar bed te naaien. Want hij was gewoon om 4:15 al wakker. En hij is wakker gemaakt door hem, omdat hij dacht, jee, kan ik je wakker maken? Ik spring bij je in bed. Jee. En nee, dat is niet de reden dat Liam thuis is gebleven. Ik ben toch de echte reden waarom hij thuis is gebleven. Want anders was hij gewoon naar school gegaan. Maar ik trek het niet om hem naar school te brengen en op te halen.
lichamelijk gezien. En ik moet even pas op de plaats maken daarvan. Ik ben eten aan het koken. Boerenkool met worst. Niels is vanavond weer laat thuis. Gisteren hebben we al frietjes gegeten omdat ik dus niet lekker was. En ik wel vind dat de kinderen niet elke dag friet moeten eten. Dus dat. En de dag ervoor hadden ze macaroni, dus had ik nog in de vriezer. Dus het is niet zo dat ze elke dag dat eten. Hè? Maar toch. Ik er wel een beetje over na blijven denken, toch? Maar dat staat aan. Het is nu 4:10. Jordi is ook alweer thuis. Die heb ik opgehaald samen met de gebroeders Chagrijn. Dus ja. En hij is nu het keukentje aan het leegtrekken. Nou, succes jongen. Ik vrees dat we de ziekenboeg nog niet voorbij zijn. Tada! Jordi heeft nu ook buikgriep, helaas. Dus dat betekent dat we al de hele avond voor hem bezig zijn geweest, et cetera. Dus ja, het zij zo. Treurig einde van deze vlog, helaas. Maar ja, komt uiteindelijk goed. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende.